Tegen Estland zorgen de Rode Duivels meteen voor een droomstart. Na nog geen 2 minuten staat het al 0-1 dankzij Sonck. De assist is van Buffel en dan het derde doelpunt van Wesley Sonck onder bondscoach Antonis. Die Van Beuren echt wel van die rechter plaats heeft verdrongen. Suzuki, Suzuki moet gaan. En Pasen Sonck. Ja. Geen buitenspel. Het is 0-1 Wesley Sonck. Hij heeft er wedstrijden na elkaar naar gezocht. Naar deze goal. En Suzuki. Kijk eens die ontlading ook bij de Japaner hoor. Want die was aan het zoeken. Stond gespannen op het veld. Moest het eens waarmaken. Paast goed. En die verdediging van de AEK, waar zat die? Ik weet het niet. Maar Sonck met de linker mist niet. De linkervoet van Wesley Sonck. Zijn eerste Europese goal dit seizoen. We gaan nog eens kijken. Demarrage van Suzuki. Op de rand van buitenspel, zullen we maar zeggen. Maar hier staat nog een man voor Sonck. Dus hij gaat door. Sneller dan zijn tegenstander. Die bal komt er. Met een beetje geluk. En Sonck, ja, die hobbelende bal goed aangepakt hoor. Goed mee omgesprongen, want dat is niet zo makkelijk. Die bal tikt op het gras hier van het veld van AEK Athene. Thank you.